Stop, stop! Wat doe je nou? Je denkt toch niet dat de leden van de Staten 's avonds om 8 uur een inspectietocht naar Rotterdam gaan om... Ja, dank je, dank je. Goedemorgen, dames en heren. Vandaag zullen dan de Provinciale Staten van Zuid-Holland hun gebruikelijke jaarlijkse inspectietocht ondernemen. Ditmaal, het zal u niet verwonderen, staan Rotterdam en wat daaraan vastzit en de Deltawerken op het programma. Rotterdam, de tweede havenstad van Europa, welke ook in dit gewest een voorname plaats inneemt en dat als arbeidsintensief gebied een grote roep van zich doet uitgaan. Hier, op het stationsplein voor het nieuwe centraalstation, dat een goede bijdrage tot de wederopbouw van de zo zwaar gesteisterde stad levert, begint de tocht. En vandaar gaat men langs de Rotterdamse haven zien hoe Rotterdam bouwt, stoer en onverschrokken als de stuurman die menig schip behouden in veilige Rotterdamse haven heeft gebracht. Steeds meer, steeds grotere hoeveelheden Rotterdam houdt. Rotterdam bouwt, ook voor de bejaarden een gelukkige oude dag. Nu niet ondergebracht in grote inrichtingen of gestichten, maar in gezellige, vriendelijke eensgezinswoningen, waar bloemen accentueren hoe hier de laatste levensjaren van hen die Rotterdam maakten tot wat het is, tot een rustig genieten zullen worden. En zo bouwt Rotterdam verder, naast bloemen, die vriendelijkheid en vrolijkheid stralen ruime woningen. Maar ondanks licht en lucht en ondanks de esthetische verzorging van deze bouwblokken kunnen de peuters zich nog maar voorzichtig vermaken op het trottoir. Ruimte voor recreatie, waarin de jeugd frank en vrij zich kan uitleven, zijn er nog niet veel. Kunnen er nog niet zijn, omdat in het tempo waarin onze bevolkingscentra groeien, iedere meter gronds zo efficiënt mogelijk moet worden benut. Maar reeds begint de Brielse Maas een begrip te worden. Rotterdam bouwt, ook in zijn benzinehavens, ook in zijn benzineopslagplaatsen. Rotterdam bouwt aan zijn welvaart. En zo zagen de Staten een groeiend Rotterdam, direct gelegen aan de Maas. Maar zij moesten verder, verder naar de Delta werken. Een nieuw facet in het economisch bestaan van deze provincie. Grootse plannen worden voorbereid en uitgevoerd. En terwijl zij deze werken bezichtigen,
hebben zij ruimschoots gelegenheid voor een gedachtenwisseling en een toetsen van elkanders mening. Verder naar de delta werken. Maar eerst naar het nieuwe recreatiegebied, de Brielse Maas. Via de nieuwe verbinding met het vasteland en Rozenburg. De nieuwe industrieterreinen langs de waterweg. Een van de kanalen waar langs Rotterdam haar levenssappen krijgt toegevoerd. Momenteel een van de drukste waterwegen waar schepen van alle formaat en tonnage, van bouw en inhoud en doel passeren om in de achterliggende havens de grondstoffen af te leveren welke de economische bloei van Nederland zal vergroten. De waterweg, de nieuwe waterweg, de hartader van Rotterdam. En wederom gaat het verder. Nu naar het recreatieoord, de Brielse Maas. Ieder zoekt hier vertier op zijn manier. Maar ook hier kan zelf jong Rotterdam het niet laten aan bouwen te denken. Je kunt het op je vingers uitrekenen. Als Rotterdam straks groter wordt, zal nog meer gebouwd moeten worden. En daarbij heb je dan zand nodig en steentjes. Maar ook al bouwt Rotterdam, zal ze niet buiten de Brielse Maas kunnen. Een recreatie wordt bij uitnemen. En dan gaan de Staten weer verder. Verder naar de delta werken. Maar eerst naar Helvoetsluis. Het stadje dat op het ogenblik nieuw leven ingeblazen krijgt doordat het dient als steunpunt voor de delta werken. Het is dan ook duidelijk dat het Hoge College eerst een bezoek gebracht heeft aan het raadhuis van de gemeente. En daar voorgelicht, nu verder gaat op weg naar de Prinsessenplaat, het witte motorschip dat de Staten nu zal voeren over het Hollands Diep naar het lang verwachte doel. Natuurlijk wordt er eerst een bezoek gebracht aan de werkhaven bij Hellevoetsluis, van waaruit de deltawerken worden bestuurd en het materiaal wordt aangevoerd. Hier, in deze werkhaven, komen steeds meer schepen die de materialen aanvoeren. Maar dan wordt ras de nieuwe dijk bereikt. De nieuwe dijk welke de werkput waarin de eerste sluis zal worden gemaakt, zal moeten beschermen. Op zichzelf reeds een groot werk waaraan menig dreklijn en bulldozer te pas komt. Waar zandzuigers ter plaatse het zand opzuigen om de dijk aan te leggen en op te hogen. Maar heus, zand alleen is niet voldoende. Als het zandlichaam gereed is, zal het moeten worden bekleed met andere stoffen die het water kunnen keren. En ook hier is weer gegrepen naar het meer en meer bekend wordende middel, asfalt. Amper is het zandlichaam voltooid, of reeds wordt de asfalt op een temperatuur van 120 tot 140 graden aangevoerd en aangebracht. Grote stukken dijk zijn al van de asfaltlaag voorzien. En steeds meer nadert het werk zijn einde. Maar bij de aanleg van deze dijk is de grote moeilijkheid steeds weer het steeds wisselend getij dat met grote kracht poogt het gestorte zand weer weg te zuigen. De kracht van dit getij en de stroom zal men moeten kennen.
En daarom heeft men gepoogd de getij te meten met behulp van een pijlstok voor getijenergie. En na het bezoek aan de deltawerken, waar wat nu nog een smal streepje is, eens een machtige dijk zal zijn die het hoogwater een halt toeroept, gaan de Staten huiswaarts, terug naar Rotterdam. Langs beet en boord, waar vredig het vee graast en de landbouwer voldaan toeziet. Via de brug bij Spijkenisse en de nieuwe brug in de Botlekplan gaat men verder. Meer en meer nadert het bedrijvige Rotterdam. En plots doemt op het Delta Hotel de Vlaardingen. Een van de modernste gebouwen. Verlaten ligt de prinsessenplaat weer aan de wal. Een einde van een goede dag. Maar niet een einde van Rotterdams ontembare energie tot bouwen. Bouwen aan een toekomst voor haarzelf, de provincie en het gehele land.